Eindelijk mogen we weer naar de world map. Yay! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige in echte shape. In de vorige aflevering zijn we bij Limblim gekomen. Aangezien dat Limblim behoorlijk aangevallen was door Brain, hebben we nieuwe updates, zeg maar. We hebben nieuwe equipment te pakken kunnen krijgen. En we hebben een plannetje om naar een ander continent toe te gaan. Om te kijken of we daar Kucha misschien wel niet kunnen vinden. Om hem te stoppen en dus zeg maar de wapens tegen te houden die hij aan Brain kan geven. Waardoor dat de oorlog misschien eindelijk zou eindigen. Dus laten we dat maar gaan doen! Nou, er zijn eerst een paar dingen, want we moeten richting het moeras, waar we dus Erwier hebben gevonden. Dus daar wil ik ook zeker naartoe, maar er zijn een paar dingen die we nou als eerste willen doen. En dat is om als eerste te kijken of we ergens een Chocobo footprint kunnen zien. Want de vorige keer is onze Chocobo blauw geworden, waardoor dat hij dus zeg maar ondiepe water in kan. En door die upgrade is het dus nu voor ons mogelijk om dus wat meer random encounters tegen te gaan komen. Nee, de grootste reden is dat we dus zeg maar nou wat meer van die Choco Grabs eigenlijk aan kunnen. Nou, de vorige keer hebben we niet zeg maar echt de buitenwereld kunnen exploren nog met de blauwe Chocobo. Aangezien dat we dus zeg maar richting Bemusia gingen. En dat we anders zeg maar helemaal terug moesten lopen en daar hadden we helemaal geen zin in. Nou, hebben we daar al... Nou, weet ik tenminste zeker dat we geen random encounters meer tegenkomen, want we kunnen eindelijk de Chocobo oproepen. Maar goed, wat ik dus wil zeggen is, we hebben de Swamp al voor onze neus staan, dus zover is dat gelukkig niet reizen. Maar aangezien dat we hier nou de Chocobo op kunnen roepen, kunnen we dus eigenlijk een beetje gaan exploren of we dus nou zeg maar een van die hidden plekken kunnen vinden. En zoals je dus ziet, we zien dus zeg maar nou één map en we zien nog steeds zeg maar deze wereld hier. Maar waar ik dus heel eventjes naar wil kijken is, zijn er een paar... Even kijken, dit is een andere, dit is de Small Beach... anders, er is een beetje als een small island, a great place, let's kijken. Ik weet niet zeker of die, zeg maar, toegankelijk is voor ons. Die weet ik dat we die niet kunnen hebben. Dat is op een ander mistcontinent, dus dat zal wel op de nieuwe continent zijn. En degene waar dat we nou naar kijken, welke is dat? Even kijken. Want er was mij gevraagd of ik dus, zeg maar, op het moment dat ik dus ga zoeken... naar dit soort eilandjes. Welke hebben we nou geselecteerd dan? Deze. So many islands. Oké. Dus ja, mensen hadden mij gevraagd of ik dus zeg maar het erin wou laten op het moment dat we dus gaan zoeken naar Choco Graphs. En ik weet toevallig dat er heel veel kleine eilandjes inderdaad zijn. Maar nou zit ik eventjes te kijken. Er is een eentje met een klein eilandje dus. En dat is een beach. Er is niks daar te vinden. Maar het is zijn favoriete plek. Dus dan zit ik al eventjes te kijken of we dus zeg maar op het goede eilandje zijn. Dus ik ga nog heel eventjes naar... op zoek. Ben jij het misschien? We kunnen hier best wel ver eigenlijk. Het lijkt op jou. Ik bedoel, als je vanuit deze kant kijkt. Volgens mij is dit hem. Is dit hem? Lijkt erop. Ja, dit is hem. Oké, nou eens eventjes kijken of we hier hem... Juist. Nou, we hebben dus zeg maar weer een treasure chest gevonden en er zit weer nieuwe stuff in. Eventjes een kleine edit hierbij. Dit zou je eerder kunnen doen. Je zou dus zeg maar voordat je naar Bemusia gaat, zou je dus terug kunnen lopen en deze dus kunnen pakken. En kun je dus zeg maar al een magician rope te pakken krijgen. Dus we hebben er weer eentje voor elkaar en ik geloof zelfs dat we de small beach... beach on the small island. Volgens mij zit die hier ook. Dus ik ga heel eventjes nou kijken of we die ook te pakken kunnen krijgen. En mocht ik de locatie hebben gevonden, dan zou ik jullie natuurlijk zeker laten zien hoe dat je daar kan komen. Zonder enig probleem voor de mensen die meespelen. Want er zijn een paar mensen die zelfs nog meespelen. En dat vind ik hartstikke geweldig. Dus bedankt voor de support jongens. Maar goed, wij gaan dus heel eventjes kijken. En ik zie jullie in een seconde. Oké, nou, ik heb goed nieuws. Het is dus mogelijk om deze ook te pakken te krijgen. Op het moment dat je vanuit Limblim staat. Limblim die staat dus zeg maar daar. Willen we dus zeg maar richting het zuiden van de map lopen. En dan zien we dus zeg maar allemaal van die kleine vlekjes ook op de map staan. Dat dus zeg maar laat zien dat er dus zeg maar nog meer eilandjes zijn. Nou, hier hebben we dus zeg maar één eiland. En dan moet ik eventjes goed kijken waar dat kan lopen. En dan hebben we hier één eiland met een beach. En zoals dus zeg maar de Moogle al zei. Het is een klein eiland waar je niks kan vinden. Maar het is voor een of andere vage manier mijn favoriete plek. Kunnen we dus hier al achterkomen. Tot hier dus ergens een secret voor ons ligt. Dus nou nog eventjes zoeken.
precies waar dat hij ligt. Het hoeft niet per se op het eiland. Oh, het ligt dus toevallig op het eiland. Maakt niet uit. Je hebt in ieder geval dus een blauwe chocobo voor nodig, anders kun je niet op het eiland komen. Maar goed, we hebben dus nog een treasure chest gevonden. En hier zit in Remedies, Elixirs, Rising Suns, waar we nog niks mee kennen. En een Oakstaff. Dat is al een enorm item voor de touwen. Volgens mij is dat degene die comment kan leren. Dat weet ik niet zeker, maar dan moeten we wel eventjes kijken. Dus dat zijn zeker een paar die we dus nou mee kunnen hebben. En ik vind dit vlekje hier zo irritant dat je daar omheen moet lopen. Noem maar op. Dus ik ga heel eventjes kijken of we nieuwe items en equipment hebben. Waar we dus zeg maar al het een en ander weer mee kunnen doen. Sowieso hadden we dus zeg maar voor... even kijken. We hadden de Magician Robe. Maar die hadden we alleen, toch? Want die heeft de touw... Nee? En jullie zijn allebei dingen aan het leren, maar de Magician Robe, ja, Auto Potion, maar die leert iedereen al. Wat ben je daar? Jij bent met Meatroll Fest. Nou, dan doe jij dat toch even lekker met een deze, joh, probleem opgelost. Nou, en de Oakstaff, zoals we dus zeg maar kunnen zien, stop, bio en train. Dus ik had het mis met comment, maar dat is al een enorme upgrade voor onze Towler. Dus die willen we zeker equippen, maar ja, hij is nog Fire aan het leren. En op dit moment heeft hij al Poison geleerd. Maar ja, hij moet dus ook zeg maar... Hij sleep, waar leer jij sleep mee? Want jij hebt al ergens... Oh nee, die hebben we per ongeluk al ergens anders geleerd. Dus leer jij hier ook sleep mee? Nee. Oké, dus we moeten sowieso nog heel eventjes eerst deze afronden. Voordat we daar dus mee verder gaan. En tot we dus zeg maar de Oakstaff kunnen equippen. Nou, voordat wij naar de swamp toe willen gaan... wil ik nog heel eventjes bij Chocobo Forest kijken... of er geen nieuwe upgrades zijn voor de minigame. Want... op een bepaald moment, volgens mij was dat hier, dat weet ik niet zeker. Dan krijg je dus zeg maar een stop dat er geen Chocograss meer gevonden zouden kunnen worden. Aangezien dat het dus zeg maar OP zou zijn als het maar zijn kan. Wat is met Chocobo, Rokubo? Serieus, waar is hij? Oh, sorry. Foutje. Wie is die Chocobo, Kubo? Waar is Choco? Ik weet niet zeker wat er gebeurd is, maar dit is zeker Choco. Je hebt gelijk, Kubo. Maar waarom? Oh... het legende was waar, The Legend of Zelda, mijn favoriete... Oké, ik snap niet waarom dat ik jou in één keer de stem heb gegeven van Zelda, maar dat maakt niet uit. Ik zou je een geheimtje vertellen. Er is een paradijs op aarde. Oh, wat leuk. Alleen de gekozen Chocobo's kunnen evolueren en kunnen hun meesters naar dat paradijs leiden. Laten we Choco evolueren en dat we dan naar dat paradijs kunnen gaan. Ja, misbruik maken van je huisdier, waarom ook niet. Maar goed, op het moment dat je dat dus hebt gedaan, dan ben ik heel erg nieuwsgierig. Yep, ik had gelijk. Zoals je dus zeg maar kan zien, op het moment dat je dus nou Hot and Gold wil vragen, staat er niet meer de melding van tot hij dus zeg maar geen nieuwe Chocograss kan vinden. Dit is omdat we verder zijn gekomen in het spel en tot er dus zeg maar nieuwe items voor ons beschikbaar zijn. Dit hebben ze namelijk zo gedaan, anders zou je te overpowered kunnen worden al veel te vroeg in het spel. Dus daarom hebben ze dus zeg maar wel een stop gedaan op Chocograss. Dus we kunnen nou wat Chocograss in gaan vinden, dus ik ga weer dat... Ja, dit is een van de beste sidequests in het spel. Die je er zoveel mogelijk goede items... Ik bedoel, we hebben al de Oakstaff. Die zouden we pas veel later moeten krijgen. Maar dat maakt niet uit. Dus, Quermontage. Ik zit er trouwens eventjes aan te denken om jullie toch even één game weer mee te nemen. Want ondanks dat, zeg maar, nou Choco op een verschillende kleur zit... is hij dus ook, zeg maar, een stuk sneller met graven. Dus op het moment dat je dus, zeg maar, nou iets vindt... Pixel Perfect bullshit... dan zie je dus dat hij enorm snel kan graven nu... en dat hij dus, zeg maar, heel erg snel items kan vinden. Dit kan een voordeel zijn. Op het moment dat je 8 items te pakken kan krijgen... wat dus nu een stuk makkelijker is... krijg je dus extra punten... en dat zorgt er dus voor dat je extra dingen kan kopen. Nou ben ik niet zo'n fan van de shop... aangezien dat er maar één item is die je dus wil hebben... en dat is de Rope of Lords... die naar mijn toedoen, mijn inzicht... mijn mening van dit spel een beetje te duur is, maar hij is behoorlijk overpowered. Wat makkelijker is om te halen. Dus wil je jezelf echt gaan farmen om dat voor elkaar te krijgen? En waarom vind ik niks? Waarom vind ik niks? Is het nou best wel eigenlijk handig om hier te gaan farmen? Maar vergeet niet, 10.000 punten is een enorme en er zijn andere locaties waar we dus zeg maar later meer items kunnen vinden. En waar dat de punten veel meer waard zijn. En waar dat je nog sneller op de 8 punten gaat komen. Dus ondanks dat het best wel een overpowered item is, raad ik aan om hem niet te gaan farmen op dit punt. Het enige wat we hier nou zoeken zijn Chocograss, dus laten we hopen dat we nou nog één item kunnen vinden. Nee, Pixel Perfect bullshit. Drommels. Ik zie jullie wanneer dat we er een hebben gevonden.
En we hebben een Jugglegraph piece gevonden. Yay! En aangezien dat ik heel erg snel was, krijg ik er nog eens extra puntjes bij. Joepie! Oké, nou volgens mij was de Jugglegraph piece niet alles wat je kon vinden, maar dat weet ik niet zeker. We hebben in ieder geval heel veel punten te verzamelen gehad. Maar... nou, het was alleen maar die Jugglegraph piece die naar vrij is gegeven. Dat is raar. Ah, oké, nou, dan zijn we hier weer klaar. Dus we kunnen alleen maar een extra Jugglegraph piece waarschijnlijk hier vinden. En dat was alles. Waarom dat die later vrij is gegeven, dat weet ik niet. Want de Jugglegraph piece, die zijn nog niet samengevoegd. Omdat we hebben nog meer Jugglegraph pieces nodig om daar een echte Jugglegraph van te maken. Dus mijn theorie over dat het dus zeg maar was dat je te snel overpowered zou worden, die klopt niet. Dus ik snap niet waarom dat hij dat daar dan eerder zegt. Dat is nog wel een beetje raar dat we die Jugglegraph piece niet mochten vinden. Maar goed, zonder enig oponthoud hebben we nou hier niks meer te doen. Er zijn geen Jugglegraphs meer die we dus nou op dit moment kunnen vinden. Er zijn geen extra Jugglegraphs die we dus nou kunnen vinden in het spel en locaties. Dus wat wij gaan doen is, wij gaan nu richting de Swamp. Ter nagedachtenis van onze goede vriend, Erwier, die achterbleef bij Clara. Snif, snif, snif. We zullen altijd denken, wat een goede chef dat hij was. Welkom bij Masterchef. Maar goed, we moeten dus in het moederras. Hahaha, geen pun intended en ik zeg het omdat ik een verspreking maak. Maar goed, in het moeras moeten we de... Erwin? Erwier, je bent veilig! Lange tijd niet gezien, Zeep. Veel problemen om terug te komen van Clara alleen. Weet jij misschien een weg naar de Outer Continent? Ik bedoel, we weten dat hier ergens een ingang zou moeten zitten. Het andere continent? Misschien vind ik daar smakelijke kikkertjes. Klinkt interessant. Ik help jou en eet meer kikkertjes. Ik kom met je mee. Ja, maar de vraag was... En echt, serieus, wat zijn we blij om weer te zien. Nee, Erwier, je bent geweldig nog steeds. En ja, in dit spel is je karakter een beetje raar. Buiten dat, je zit in ieder geval in de Let's Play. Dus, maar goed, aangezien dat er dus zeg maar weer kikkers te vinden zijn... willen we weer heel eventjes alle kikkertjes vangen. Aangezien dat namelijk een sidequest is die we dus op dit moment moeten doen. Nou, maak je geen zorgen. Ik ga jullie niet vervelen door al die kikkertjes te gaan vangen. Alleen maar op het moment dat Quill komt en zegt dat die dus zeg maar dat we hard aan het werk zijn. En dus zeg maar weer nieuwe items vinden zoals we hier een Silk Rope hebben gehad. Silk Rope is nou niet echt het item waarvan je zit op te wachten. En er zijn in totaal 100 kikkers die we moeten vangen om echt alles te krijgen. Maar op het moment dat we hier zijn, zou ik zeggen van ja, laten we ze maar vangen. En dat gaat eigenlijk best wel snel. Volgens mij zijn het er nog maar twee, dus ik zie jullie in een seconde. Oké, dat waren ze allemaal. Dus verder hebben we hier weinig nog te doen. Dus laten we maar gelijk verder gaan. En dan kom ik al aangelopen. Als je gewoon wegloopt, dan krijg je dus zeg maar deze tekst. En wat we willen doen is, we willen dus zeg maar door het gras heen lopen totdat er dus zeg maar een pop-up komt. Nou, voordat we dat gaan doen, willen we Erwier heel eventjes een beetje extra equippen. Want we hebben een Mithril Fork, die is natuurlijk een stuk sterker. Kun jij... ja, die kun jij zeker leren. Die willen we jou zeker geven. Level 15, een beetje onze levels, toch? Ja, een beetje hetzelfde niveau op dit moment. Oké, nou, dat maakt niet uit. Bonefresh, dat is goed. Jij bent nog steeds Jelly aan het leren. En Millionaire, die willen we zeker jou niet ontmoeten. Die willen we jou zeker geven. Nou, zorg ervoor dat op het moment dat je dit gaat doen, tot iedereen Insomniac heeft je equipped. Alert is nou niet nodig. De reden waarom is, er komt eigenlijk een baas aan. En die vindt het nogal leuk om slaapspreuken, zeg maar, te brengen. En dan moeten we vooruitkijken. Maar goed, als we hier dus, zeg maar, door het gras heen lopen... Ik geloof dat het aan deze kant hier was. Dan krijg je automatisch een cutscene. En wie? Waar ga je naartoe? Ik ruik kikkers. Nee, we moeten zoeken naar de ingang van het andere continent. Kikkers gaan die kant op. En wie? Wacht nou even. Tori. Ah, kikkers. Wacht. Ik vind het geweldig hoe dat hij gewoon door die ijzeren hek heen loopt. Ze zijn weggerend. Wacht eens even. Erwier, kijk eens achter je. Deze ingang.
Dit moet de ingang zijn om naar de andere kant te komen. Eerste keer dat ik dit zie. Zeepie, gaan we naar binnen? Natuurlijk gaan we naar binnen! Het kan misschien naar de andere continent gaan. Laten we gaan! Dus ja, door Evie's kikkerfobie... zijn we dus zeg maar terechtgekomen bij de oude continent. En zien we dus zeg maar hier... Of ja, bij de oude continent, bij de ingang van de oude continent. Nou, wil ik wel heel eventjes ervoor zorgen dat we 100% geheeld zijn. Dus ik ga heel eventjes snel kijken. En willen we dus zeg maar hier naartoe lopen. Nou, als we hier dus zeg maar naar binnen lopen... Dan staat er ons iets te wachten wat niet echt prettig is. Dit is Fossil Rue. Op het moment dat we hier langskomen, hebben we hier een hek aan de rechterkant zitten. Het is te donker om daar iets doorheen te zien. Dus, maar hier gaat dus zeg maar een baas uitkomen. Nou ga ik, omdat we dus zeg maar hard moeten gaan rennen, dit alvast eventjes uitleggen wat hier nou de bedoeling is. Er komt een beest op ons af, die komt op ons afgerend. En die moet je dus zeg maar, op het moment dat hij jou raakt, moet je dus zeg maar met hem battelen. Je krijgt niks van hem, er zit geen experience aan vast of AP of wat voor voordelen dan ook. Dus je wil dit beest zoveel mogelijk met rust laten. Dus ren voor je leven en ja, hij staat na een tijdje weer op. En dan komt hij weer achter je aan, dus dan moet je oneindig met hem blijven vechten. Dus er is geen manier om hem te ontwijken, je wil gewoon echt van hem weg blijven rennen. Een grapje zeker? Nee, geen grapje, dit is de schijnwerkelijkheid, de echte werkelijkheid. Dan hebben we hier van die swingers en natuurlijk faal ik daar weer mee. Daar wil je dus zeg maar langs lopen en die proberen je tegen te houden. Dit kun je normaal gesproken in één run doen. Het probleem is, ik ben een doofus en word gelijk geblokkeerd door de eerste die we tegenkomen. Dit beest kan vervelend zijn, heeft altijd een back attack, aangezien dat je dus zeg maar tegen hem aanbost. Je kunt van hem wegrennen, dus je hoeft niet bang te zijn dat je dus zeg maar met hem hoeft te vechten. Maar je wilt dus zeg maar langs deze swingers lopen. Je hoeft niet met hem te vechten, maar het beste is, word je dus zeg maar gecaptured. Aangezien dat je een back attack hebt, wil je dus zoveel mogelijk wegrennen. Nou, dit is heel makkelijk om te ontwijken, dus je hebt geen problemen eigenlijk om te ontwijken. Mijn excuses tot het eerste keer zo erg fout ging. Maar echt moeilijk is dit niet. En op het moment dat je hier komt, komt dat beest eraan, begint te spinnen. Jij springt hier vanaf en dat beest valt naar zijn doom. Heel erg makkelijk. Yikes. Oh. Sorry, Toler. Ben je in orde? Ja. Kijk uit. Wow, ga aan de kant. Nou, dat was op het nippertje. Jeez. Dat heeft niet veel goed gedaan. Wie is daar? Hallo. Ah, ik ben al aan het zoeken voor jou geweest, prinses Garnet. Hebben wij ontmoet? Stop nou eens met te flirten. Jawel, mevrouw. Ik ben Lani. Ik ben onder de opdracht van de Queen om jou te zoeken, prinses. Mijn moeder? Wat wil mijn moeder met me? Ik ga niet terug naar Alexandria. Ik heb slecht nieuws voor je, prinses. Dat is niet jou waar ik achteraan zit. Wat bedoel je? De pendant. Klinkt dat misschien bekend? Geef het terug. Het is van Queen Brain. Nee. Luister heel goed, prinses. Je bent gewoon weggegaan van dat monster. En je hebt daar geen schrammetje aan overgehouden. Maar je gaat niet zoveel geluk hebben met mij. Geef me de pendant op het moment nu. Ben jij degene die dat monster op ons af heeft gestuurd? Serieus, die pendant terugkrijgen is veel belangrijker dan de veiligheid van de prinses. Wat bedoel je daar nou weer mee? Ik bedoel wat precies wat ik zei. Mijn orders zijn niet over prinses Garnet's veiligheid of wat dan ook. Wat? Mijn moeder zal dat nooit hebben! Dat is genoeg! Geef me de pendant en echt serieus, geef het nu. Want je stelt mijn geduld op prijs. En als we weigeren? Serieus, hebben jullie weg? Nou ga ik vechten, nou ben ik boos. Dus ja, we moeten vechten tegen Lani. Lani is enorm vervelend. Dus er wel vooruit kijken. Het probleem met Lani is, die zal dus zeg maar een beetje vechten als Beatrix. En die moeten we dus zeg maar een bepaalde tijd kunnen hebben. Met Zeepie willen we oneindig gaan stealen. En met Garnet wil eigenlijk zoveel mogelijk healen. Dus ja, daar komt het eigenlijk praktisch op neer.
Summon is niet echt zo noodzakelijk. Dus gewoon de hele tijd cure, dat lijkt me eigenlijk het beste. Er zal de hele tijd Zelda aan blijven vallen. Dus om een protective spells te gebruiken tegen Zelda zal op zich wel goed zijn. Laten we Tundara tegen haar gebruiken. Daar heb ik zin in. Oh, wateraanval. Ho, whoopie frickin' do. Die is best wel sterk. Kan ik eventjes een White Wind daar gebruiken? Oké, jij doet er even steel. En als ik me niet vergis, hebben wij Protect. En die willen we op Zelda zeker gebruiken. Protect zorgt ervoor dat Zelda dus zeg maar niet zoveel schade meer zal nemen van de aanvallen die Lani op haar doet. Lani zal constant Zelda aan blijven vallen en daarna pas de andere aanvallen. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Air is een luchtaanval. Weet je wat, we gebruiken gewoon een keer Blizzard. Het maakt niet echt zoveel uit wat we tegen die gebruiken. Volgens mij was ze zwak tegen water, maar dat weet ik niet zeker. Dus, oké, kunnen we weer steel gebruiken? Weet je wel, laten we een keertje gewoon Aqua Breath gebruiken tegen dat mens. Oké, Protect is gebruikt. Blizzard komt eraan. En Zelda zit bijna in trance, dat is eigenlijk best wel goed. En je zou denken van gebruik die Edelion tegen haar. Maar dat doet niet zoveel schade, dat is het probleem. Dus, oké, eventjes snel Cure tegen haar doen, want ze neemt best wel veel schade. Daarom ben ik zo blij. Heb je al genoeg gehad? Nee. Wij vechten door tot het bittere eind. Oké, nog eventjes een steelaanval erbij. En laten we Fire een keer gebruiken. Want dat is de nieuwe aanval die de Taulana heeft geleerd. En er weer heeft gemist. Wat geweldig. Oké, nou Zelda die heeft best wel veel klappen gehad. Dus het is heel belangrijk om haar dus wel op vol HP te houden. Want die krijgt de meeste klappen op het moment. Blizzara. Nou, die kun je ook wel gebruiken. Daar ben ik het niet mee eens. En nou zien we eindelijk een keertje Garnet in trance. Wat eigenlijk helemaal geweldig is. Oké, nou dan wil ik eigenlijk eventjes een White Wind nog een keer gebruiken. En dan kunnen we dus Edelion gebruiken. En dat kunnen we Ramu dus zeker voor gebruiken. Het grappige is, Edelion is dus nou een krachtige versie als de gewone Summon. Het gebruikt nog steeds heel erg veel magie, maar daar willen we wel voor uitkijken. En op het moment dat ze in trance is, nou we zullen het niet vaak zo zien. Dus ja, daar wil je wel voor uitkijken, want nou gaan we dus... Ja, ze valt de hele tijd zelden aan, wat ik probeer te zeggen. En dat is nogal vervelend, dus ja... Maar op het moment, ja, trans komen we niet zo vaak tegen. Daarom willen we het gebruiken. Oké, weet je wat, kan ik een slow status geven? Hier hebben we trouwens de korte aanval waar ik het over had. En als ik me niet vergis, zullen deze aanval nou een paar keer zien. Nou, 400 extra schade, dat zeg ik geen nee tegen. Volgens mij gaat zij nou weer aanvallen, dus doen we weer eventjes gelijk eventjes een White Winter tegenaan. En zoals je ziet, echt weer volledig op Zelda. Laat Zelda nou eens maar rust. Bitch fight. Maar we hebben net een Gladius gevangen, maar ik weet niet zeker of dat... Oké, slow status werkt. Maar ik weet niet zeker of dat echt een handige aanval is. Oké, White Wind, dat hield gelijk Zelda eventjes weer. Dus... Zoals je dus ziet, Lani is behoorlijk pittig. Judgment Bolt, weer de kleine snelle aanval. Wij doen nog een keer Pyra, waarom ook niet? Yay! Weer even preventie voor jou. White Wind. Oké, de transie is voorbij. Niet echt een trans waarvan je zegt van... Ja, waar ben ik blij om die te krijgen. Wateraanval. Weet je wat, cure jezelf maar ook even gelijk. Oeh, tegen iedereen. Had ik beter op iedereen kunnen. Nou ja, er komt een White Wind aan. Dus daar hoeven we ons maar geen zorgen over te maken. En ze heeft slow status. Dus weer niks kunnen stelen. Serieus. Ik heb Bandit aan voor een reden. Zijn we klaar? Nee. Oké, nou, er komt een White Wind. Ride on time. En Evie kan nou dus niet meer healen, omdat Evie die heeft nou nog maar 3 MP. Dus we gebruiken nou alleen nog maar Zelda om eventjes goed te healen. En Zelda die zorgt er nou voor dat ze dus zeg maar zichzelf goed healt. Dus daar hoeven we ons ook geen zorgen over te maken. Fyra, waarom ook niet? Het is een nieuwe aanval. Wat ga jij nou weer doen? Ook Fyra. Ik heb ze alle 3. Oeh, dat doet pijn. Jij valt gewoon aan. En jij doet eventjes cure op jezelf. Hoe lang gaat dit gevecht nog door? Poef. Critical, 192. Wauw. Wat denk je waar je mee bezig bent? Ze wordt wel erg snel pissig. Haha, je mist. Wat een counteraanval. Zo. Such wow, such a dodge. Oké, nou, we blijven gewoon even aanvallen. Wat doe je nou? Scan. Oh, die kunnen wij ook. Dus gaat eigenlijk kijken van Erwier wat dus zeg maar de zwakte is en wat de sterke kranten zijn. Nou, Erwier, dat weten we, level 15, hoeveel HP en MP dat we hebben.
En daar houdt het eigenlijk mee op. Oké, couldn't steal anything. Dat is eigenlijk een beetje stom weer. Ik vind het echt zo jammer dat Zeepie niet echt veel kan. Omdat we willen zoveel mogelijk jatten van de mens. Oké, nee, het is genoeg. Je bent eigenlijk best wel goed. Dank je. Ik zie dat als een compliment. Maar ik mocht niet flirten van Zelda. Oh, arme ik. Ah, wat vervelend. Ik laat jullie weg gaan van nu. Kom terug. Oké, ze komt dus niet terug. Nou, we hadden dus zeg maar een nieuwe item. Volgens mij de Gladius. En dat is dus zeg maar ook Annoy en Lucky 7. Maar ja, Sacrifice. Het is niet dat ik die vaak gebruik, maar die wil ik als eerste leren. En het is een downgrade van aanval. Maar het is zeker weer een aanval die ertussen zit die we zeker weer willen leren. Goed, op het moment dat we hier komen, zien we dus zeg maar dat we een dolof hebben. Nou ja, we zien het op het moment niet, maar ik weet het toevallig. Dat we dus een dolof hebben van gangetjes en daardoor moeten we dus zeg maar hier nou doorheen. Maar dat wil ik eigenlijk bewaren voor de volgende aflevering. Maar ja, we kunnen deze aflevering alleen maar afsluiten bij een savepunt. Gelukkig zit hier een savepunt dicht in de buurt en we hebben hier dus zeg maar gargants die hier in het wild rondlopen. En als we die een bloemetje voeren, dan kunnen we dus zeg maar op hun springen en kunnen we dus meer rijden naar de volgende grot. Vergeet niet, dit gaat onder zee. Dus ja, je hebt verschillende routes en gangen die we dus hier moeten doen, maar dat wil ik allemaal uitleggen eigenlijk in de volgende aflevering. Maar nou dat we hier aankomen, gelukkig hoeven we dit maar één keer te doen. Maar nadat we hier aankomen, dan zien we dus zeg maar hier een bruggetje lopen. En volgens mij zit daar een safe moogle waar ik heel blij mee zal zijn. Ja, die zit hier. Samen met Stillskin. Dat was een behoorlijke rommel waar ik in ben gekomen bij Clara. Ik was zo gewond dat ik bijna niet meer kon lopen. Maar ik ben hersteld en ik ben weer terug op mijn beentjes. Nou, dat is fijn. Hij verkoopt hier weer een Phoenix Finje, een Remedy en een item voor 555 gil. Die wil je zeker kopen, zoals altijd eigenlijk. En dan kan hij weer verder reizen. En als we dus zeg maar hier bij Mochki komen, dan wil hij een brief, heeft hij een brief van Kupo to Mochki. En die verveelt zich, en die gaat zich verstoppen. Zoek me ergens in deze grot. Ik ben achter een muur. Nou, die zullen we zeker eventjes onthouden. Wil jij nog? Nee, jij wil een brief hebben. Nou, oké, dat is wel erg boeiend. Maar goed, we kunnen eindelijk omslaan, dus ik denk dat ik het hier bij deze aflevering ga laten. Dus morgen, hoop ik, want ik zeg wel vaker bij het einde van een opnamesessie morgen. Maar morgen gaan we, als het goed is, verder met Final Fantasy. Gaan we dus kijken wat we hier in deze grot allemaal kunnen exploren. En met dat gezegd hebben, dank ik jullie voor het kijken. Heb je nog vragen? Leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En morgen gaan we dus kijken of we bij het andere continent uit kunnen komen. En deze dolof kunnen overleven. Dus ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie morgen allemaal te zien. En met dat sluit ik nu af. Dus tot morgen jongens. Doei!